Fons, je zegt, ik heb toch positieve punten gezien. Wat was in jouw optiek dan het positieve waar je mee verder kan? Ja, nou goed, als je natuurlijk tegen een ploeg speelt als FC Utrecht en je creëert toch 7, 8 goede kansen, dan is dat heel behoorlijk. En ja, goed, ze gaan er niet in. Jensen redt een paar keer goed. Het kan ook binnen 2 minuten kan het inderdaad 1-0 zijn. Ook nog een moment wat we van tevoren hebben besproken. Dus toch het opportunistische op Johnson, het doorkoppen en Becker. Die dan in één keer voor de keeper staat. Die daar eigenlijk had moeten scoren. Ja, dan loopt zo'n wedstrijd anders. En dat is nou eenmaal zo in voetbal. Als je tegen een goede ploeg speelt, ja, die pakken die momenten wel. En die hebben wij vanavond niet gepakt. En dat is denk ik een groot verschil vanavond. Je had van tevoren al gezegd van Utrecht heeft 4 echte wedstrijden achter de rug. Jullie ja. Dus niet. Kon je dat vanavond ook duidelijk zien in jouw optiek? Ja, vind ik wel, ja. Waarom kon je dat zien? Ja, volwassenheid. Weten van rustig blijven. Ik vond bij ons bij vele fases ook gewoon slordig. Er kan veel beter ook in balbezit een aantal spelers. Maar wij zien dan dat bij Utrecht de bal wel rondgaat. En ja, die raken niet in paniek. Waar wij dan toch, vind ik, slordig zijn bij fases. En daardoor ook onszelf een beetje uit de wedstrijd spelen. Je gaf het net al aan ten aanzien van de eerste helft, dat het niet goed stond bij jullie. Valt dat dan niet meer te corrigeren vanaf de zijkant? Moet je daar echt tot de rust mee wachten? Ja, nou goed, dat hebben we natuurlijk wel geprobeerd. Maar ja, het is ook kwaliteit natuurlijk van de tegenstander. Je wil toch ook wat drukmomenten creëren. En ja goed, dan moet je ook door durven stappen. En ik vond dat wij niet goed aansloten, waardoor de ruimtes ook groter werden. En dat is iets wat je wel probeert natuurlijk. Maar vanaf de kant is het niet altijd makkelijk. Tot slot, wat vond je van Buren en Johnson? Ben Johnson, die had Buren. Die is snel, hè? Ja, nee, Buren Johnson heeft een uitstekend debuut gemaakt. En daar gaan we nog veel plezier van beleven. En daar ben ik blij mee.